The Practitioner for Communication, Coaching en Counseling, PCCC, heeft afgelopen zaterdag de derde basisklas tot volwaardige burgers van haar project Groei en Ontwikkeling feestelijk afgesloten. PCCC werkt individueel en in groepsverband met jonge meisjes. Het doel is persoonlijke groei te creëren voor meisjes vanaf 14 tot 21 jaar. Ze worden getraind in basic life skills en doen daarbij kennis en ervaring op. De meisjes krijgen ook de juiste tools mee die hen vormen tot volwaardige burgers thuis, op school en later op hun werk. In het Claudette Tatoni Multifunctioneel Centrum mochten de 18 pupillen ook een certificaat in ontvangst nemen. Volgens Elvira Waterberg, oprichter en hoofdverantwoordelijke van PCCC, gaat het om een heel intensief project. Dat bestaat uit de training, voorlichting, sport en educatieve tochten. Jonge dames leren tegen dit mooi gebeuren, acceptatie, berustig steeds te ledigen, vergeven, een plekje geven, afstand nemen, wie ben ik, waar wil ik en hoe moet ik dat aanpakken, wie en wat heb ik nodig en hoe verder. Waar willen wij naartoe? Het is een langtermijndoel. Dit werk zullen wij voortzetten. Onze jongeren zijn inderdaad de toekomst. Met alle positieve bijscholing, kennis en ervaring die ze opdoen, zullen zij een gezonde levensstijl ontwikkelen. Intussen heeft PCCC intern 58 jonge meisjes getraind en gecoacht. Als externe organisatie heeft de trainings- en counselingorganisatie landelijk meer dan 340 scholieren en werkenden begeleid. Waterberg is vooral lovend over de 18 jonge dames die afgelopen zaterdag zijn afgeleverd. De jonge dames zijn gegroeid. Vandaag worden 18 dames gecertificeerd. Goede participatie, positieve betrokkenheid, openheid, motivatie, hulpvaardigheid, enthousiasme, ondersteuning en inzet, steeds meer willen horen, zien, voelen en leren, hebben wij van het team 9 tot 10 maanden bij deze jonge dames mogen ervaren. Geen één wil de inlevensles missen. Zij hebben ontdekt hun waarde, interesses, vaardigheden, hun talenten, de opleiding die ze willen doen, hun beroepen voor later en zijn ook al bezig met deze mooie ontdekkingen. Dames, maak goed gebruik van jouw kennis. Pas het toe in de samenleving en deel het met anderen. Elvira Waterberg, oprichter en hoofdverantwoordelijke van de Practitioner for Communication, Coaching en Counseling, PCCC. Ze sprak afgelopen zaterdag in het Claudette Tatoni Multifunctioneel Centrum in verband met de afsluiting van het project Groei en Ontwikkeling.